Verspringer Ignatius Gajza won vorig jaar verrassend de zilveren medaille op het wereldkampioenschap. En dus is het logisch dat hij de favoriet is voor de Nederlandse titel. Gajza heeft dit seizoen nog niet de absolute vorm, maar hij heeft nog even tot het Europese kampioenschap, waar hij natuurlijk wil strijden om de medailles. Dit jaar 3 wedstrijden gedaan voor beide 8 meter. Vandaag blijft hij daar ruim onder met 7,75 meter. Deze Ingmar Vos heeft in zijn achterhoofd nog steeds deelname aan het Europese kampioenschap. Hij heeft de limiet op de 10-kamp maar net gemist en is een bespreekgeval voor de Atletiek Unie. Vos nam al deel aan wereldkampioenschappen, Europees kampioenschap en aan de Olympische Spelen. En het helpt als hij hier laat zien dat hij in vorm is. En dat is hij. Hij springt 7,43 en dat is een goede afstand. Voor de meerkamper is het nu afwachten wat er besloten wordt. Marius Kranendonk sprong dit seizoen al 7,75 meter, maar heeft daarna wat blessures opgelopen. Daardoor kan hij Ignatius Gajza niet de gewenste tegenstand bieden. Kranendonk springt hier 7,48 meter. En eindigt daarmee op plek 2 voor Vos, maar ruim achter de gedoofd verfde favoriet, Ignatius Gajza.